Banjo Town in America. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe video vanuit Amerika. Ik ben Yuri, de LA reporter van Moviezo. We gaan nog steeds naar X-Men, naar de DVD-première, samen met Zoe die hier naast me zit. We zitten nu in de taxi en we zijn op weg naar Avenue of the Stars. Dat vind ik al echt een best wel pittig, rijke naam eigenlijk. Ja, zeker weten. Ik ben nog steeds een beetje flabbergasted hoor. Ik heb er geen woorden voor. In ieder geval, we gaan morgen dus naar de sets toe en vandaag is het gewoon nog even chillen. En we hebben vanavond een kleine screening, tenminste een soort van gewoon de film kijken eigenlijk. That's it. Maar ik heb hem al gezien, maar ik wil hem nog best wel een keer zien. Best wel tof. Ik laat jullie zo wel het hotel zien. Dat is ook wel spannend. Wat gaat het worden? We zijn aangekomen in het hotel, of tenminste bij het hotel. Hier, ik zal even een rondje draaien. Do you want me to sign something else? Yeah, don't worry about it. Amerikaans. I can walk it. Ja, het is niet, zeg maar, nog niet downtown LA. Het is nog meer, denk ik, een beetje business. Business area, center. Yeah. We zijn met de Warner Bros. We gaan natuurlijk naar Fox toe. Dus dat is morgen. En als het goed is, vanavond is de screening hier zo. En we gaan kijken of onze kamers überhaupt al klaar zijn. Ik denk het wel. We hopen van wel. En ja, gaan we denk ik even wat eten of zo. Misschien het zwembad checken. Ik heb geen idee, we gaan het zien. Eerst even opfrissen, eerst even douchen denk ik. Dat lijkt me heel goed plan. Stinkt fucking hard. Gaat zo. We hebben zojuist ingecheckt. Ik had werkelijk maar geen idee. Fox zei, jongens, kom gewoon gezellig langs. We gaan X-Men, we gaan jullie rondleiden en shit. Ik dacht, oké, prima. Dus we wisten het adres van het hotel, we wisten waar het was. Dus we hebben het gehaald en we komen aan en we checken in. En het is zo van, oké, ik heb hier sowieso een brief voor je met de hele planning. Super chill. Vervolgens, ik heb een kamer voor Yuri. Nou, oké, chill. En ik heb een kamer voor Zoe. Oké, twee kamers. Fucking nice. Gewoon onze aparte kamers. En daarna komen we nog bij dat we gewoon alle twee €200, tenminste ik weet niet of alle twee, maar dat we alle €200. In ieder geval $200 om gewoon eten mee te kopen, ontbijten, drank, gewoon alles. Gewoon fucking nice, folks. Hebben jullie goed geregeld? Dus laten we even kijken. We gaan even de room in, even een roomcheck doen. We hebben dus ook allebei kamer naast elkaar. Ja, we hebben een kamer naast elkaar. Dat is ook een fucking glad kaartje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hij gaat niet open. Ja, dankjewel. Dus kom binnen in mijn mansion. We beginnen. Zullen we bij de badkamer beginnen anders? Zeker. Ik ben niet zo goed zitten. Ik heb de badkamer zo nog niet gezien hoor. Je komt hier binnen. Hier heb je de spiegel met een aantal lampen. Wasbakje. Een wc. Als je je billen afveegt, dan kan je gelijk zelf zien waar alles zit. We willen net even subtiel dit poster ding hiervoor hangen. Een bad. Met een douche. Prima. Ziet voor mij dat als een massage douchen. Helemaal goed. Ik heb niet te klagen. En dan lopen we even verder. Komen we hier aan, in de master bedroom, hè? Met een LG flatscreen, een bed, een wekker, een bureau om te werken. En ja, het uitzicht is niet heel spectaculair. Kijk eventjes. Oh jawel, haha. Je kan gewoon door het gebouw kijken. Fuck babies. We zijn gewoon in motherfucking LA. Bizar, echt. Ik begin het nu pas te beseffen, ik ben nog wel brak van de fucking vliegreis, maar we zijn gewoon in de motherfucking business. Nee, ik ga douchen. ik ga gewoon even ontspannen. Want het was een lange reis en ik denk dat zo ik ook eventjes rust nodig heeft. Denk het ook. Dus jullie vanavond, maar voorlopig gaan we nu eventjes relaxen. Ik ben weer fris en fruitig. Ik was echt helemaal naar de tering van die vliegreis. Ik weet niet wat het was, maar je wordt een soort van sloom en vies en ranzig in het vliegtuig. En ik had echt zoiets van... Ik ben wel in LA, maar ik voelde me bleh. En nu heb ik zoiets van, ik ben schoon. We gaan zo eten. Het is fucking nice allemaal. Echt, Fox heeft het fucking goed geregeld. En ik vind het echt nu super chill. Echt waar, ik vind het zo relaxed. Ik ga eens even kijken, want ik heb hier... heb ik het Fox
dingetje met mijn naam erop. Met een hele planning. En we gaan dus vandaag om 6 uur gaan we eten en dan gaan we kijken naar de film. En dan, dat is het eigenlijk voor vandaag. En morgen beginnen we om 9:10. En dan gaan we dus naar 20th Century Fox toe om daar de studio te bekijken. En dan, ik mis een bladzijde. Oh nee, zit hieronder. Dan gaan we naar de Trask Industry, de Prison Breaks en de Mutants Corner. En dan gaan we nog een interview met Simon Kinberg doen, de scenario schrijver van de film, en New York Street. Dus pittig nice. Ik hoor hij al weinig trouwens. Ik zit mijn oren zitten dicht op de een of andere manier. Dus ik hoor alles heel zacht, het is heel raar. Ik hoop dat ik hard genoeg praat voor jullie. Vast wel, tuurlijk, hoop ik, toch? In ieder geval, ik ga even naar Zoe, ik zit hiernaast en wij gaan zo lekker eten. Lekker eten, waarschijnlijk hamburgers of zo. Ik heb geen idee. We gaan het uitvinden. Yeah, bitch. Oké, dames en heren, check hier de pro-camera spullen van Zovik. Die Rima op aan het doen is. Hij heeft hier. Eventjes voor de kenners, hè. Zonder heeft hier. Maar hij heeft een 5D Mark III. Met een lens die ik in Keulen heb laten kapotvallen. Zoals jullie kunnen zien, de 2405. We hebben een draadloze mic met Biomovies. En met MovieZone. Zijn koffertje met zijn lens en zijn filtertjes en zijn lampjes. Wat heb je nog meer? Statiefje heb je ook nog ergens staan. Achter je. Oh, hier, kijk eens. Dat is onze gear. Lekker professioneel. Bij jou. Jongens, ik ga iets uitleggen. En ik heb niet zoveel commentaar erop eigenlijk. Nou, we zijn net aangekomen in het hotel en we dachten we gaan even eten, want we hebben best wel veel honger. En volgens hebben we allebei een cola besteld. Krijgen we opeens allebei de tequila voorgeschoten. Best lekker trouwens. Maar de dame die ons de tequila's gaf, de serveerster, die mocht niet vertellen van wie die kwamen. Dus we zitten nu een beetje in dubio. Wie zijn het? Zijn het die chicks daar of zijn het die twee mannen die daar zitten? En we hebben de eerste nog niet op of er komt alweer een tweede lading aan. Dus ik denk dat we nu niet heel veel keuze meer hebben. We worden een soort van dronken gevoeld. En daar gaan we doen. En dan te bedenken dat ik nog niet eens oud genoeg ben voor appel. Maakt ook helemaal niet uit. In Amerika dan, hè? In Nederland mag het gewoon. We hebben zojuist dus wederom een nieuw shotje gekregen. En daarnaast hebben we lekker gegeten. We gaan ons nu klaarmaken voor een screening van X-Men Days of the Future Past. Met een dinner en drinks. En we hebben er heel veel zin in. We zijn wel een beetje moe, maar we hebben er echt heel veel zin in. Dus we gaan ons nu klaarmaken en we zien zo. Ja, ik voel me gewoon oprecht aangeschoten. Want ik heb gewoon zo weinig slaap gehad en 2 tequila's achter elkaar naar binnen gewerkt. Dat ik gewoon echt op dit moment gewoon lichtelijk aangeschoten ben. Maar is niet zo erg, want we gaan zo meteen met YouTuber chillen vanuit heel de wereld. Italië, Mexico zag ik al staan. Dus het kan misschien ook maar, alleen maar beter zijn als wij ook een beetje gewoon jolig zijn. Ik bedoel, Nederlanders toch? Gewoon lekker luchtig, lekker makkelijk. We hebben net de film gekeken en het was misschien een beetje te laat voor een film, want iedereen lag te slapen, echt. Er zijn sowieso YouTubers vanuit heel de wereld, Japanse YouTubers die dronken waren, maar ook Australische dudes en een Mexicaanse dude, super vet dus. Sorry jongens, ik moet nog steeds, ik heb een soort van kutoesje. Maar het was best wel laat en ik had hem al gezien, dus ik vond het ook niet heel interessant om zeg maar nog heel lang te kijken en ik viel steeds in slaap en zo. Niet dat het een stomme film is of zo, maar ik weet niet. Het is lang gevlogen, lange dag en zo. En als zo'n film kijken, dan is het misschien net even te veel van het goede. Maar dat mag niet het feit bedrukken dat we morgen dus fucking naar de studio's gaan, waar ik zoveel zin in heb. Ik heb net eventjes mijn breakfast ingevuld. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Je kan dus op dit zo'n kaartje kan je je breakfast invullen en dan krijg je dat morgen. We hebben $100 gekregen zoals ik al eerder vertelde, dus wat dat betreft kunnen we gewoon goed eten. En ik heb nog een kleine goodie bag gekregen van Fox. En in die goodie bag zit dit ding. Ik heb net gekeken, het is een world clock en dat is zeg maar een zaklamp met een klokje die de wereldtijd aangeeft. En het is digitaal, weet ik veel wat.
Misschien is het leuk om dit weg te geven. Ik heb eigenlijk geen idee. En er zit ook nog een stickje van 4 gigabyte. Ik denk dat daar een film op staat eigenlijk. Hier, een sticky van Lexar. Gewoon een random sticky. Ik denk serieus dat hier een film op staat. Ik heb geen idee. Ze vertelden er niks bij. Dat is een beetje jammer. Maar goed, laten we deze even openmaken anders. Oké, dus we hebben hier een soort van... Een hele uitgebreide dildo, denk ik. Nee, grapje. Ja, ik weet niet. Het ziet er heel erg futuristisch uit. Ik ga het even uithalen met één hand. Zo. Het is een... Ja, wat het is weet ik eigenlijk niet. Het is een wereldklok. Er zit een zaklampje op. Die niet werkt, momenteel. Oké. Chill. Hij zit helemaal niet. Nee, oké. Je moet hem waarschijnlijk opladen. En er zit dus een digitaal tijd... Oh, ik moet natuurlijk wel filmen. Er zit een digitaal tijd dingetje op. Super tof. Je kan hier iets draaien met allemaal landen. Ik heb geen idee wat het nou precies doet. Er staat X-Men op. Dus dat is wel vet. Ik ben gewoon te moe om dit überhaupt vast te houden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker slapen. En ik sluit bij deze vlog af. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen groen duimpje achter te laten. En ik zie je de volgende keer weer met een nieuwe vlog. Ik ben zo moe. Vergeet niet te abonneren. Ik zeg, vanuit Amerika, laters.